Suriname wil afspraken maken met Nederland over het fenomeen brain drain. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid wijst erop dat het overgrote deel van het zorgpersoneel dat wegtrekt naar Nederland gaat. Hij wil dan ook dat Nederland erkent dat het wegtrekken van kader uit Suriname niet alleen zorgt voor de nodige tekorten, maar ook voor grote gevaren binnen de Surinaamse gezondheidszorg. En daar willen wij dus gaan kijken hoe wij gezamenlijk met het samenwerkingsverbanden kunnen kijken hoe wij kunnen bijdragen aan een win-win situatie waarbij ook Suriname uit die relatie, uit die samenwerking gaat putten. Dus we kunnen eventueel zeggen, we kunnen misschien gaan opleiden zelfs voor Nederland en voor andere landen, maar wij moeten wel ervoor zorgen dat er systemen in place zijn dat onze gezondheidszorg gegarandeerd is. Dat is één. Andere gebieden waar wij ook naar uitkijken. Ook tijdens mijn bezoek vorig jaar met de president hebben we gesproken over preventie. En Nederland heeft een sterk preventief beleid. Er zijn akkoorden ontwikkeld. Dus preventieakkoord, sportakkoorden, beweegakkoorden. Die wij kunnen bijstellen naar Surinaamse standaarden. Maar we kijken ook naar meer structurele oplossingen. Nogmaals, wij zoeken geen steun bij Nederland om ons te helpen met geld om medicijnen te gaan kopen. Dat zijn ad hoc oplossingen. Natuurlijk doen wij beroep op de Nederlandse regering en andere particuliere organisaties in Nederland. Dat wanneer er noden zijn, dat wij wel ad hoc oplossingen bedenken. Ramadien erkent dat het wervingsbureaus zijn die Surinaams zorgpersoneel aantrekken. Daarvan is de Nederlandse overheid niet zo goed op de hoogte. Ramadien zegt dat er internationaal afspraken zijn dat het recruteren van zorgpersoneel niet ervoor mag zorgen dat een land in de problemen komt doordat er tekorten ontstaan. Dus als dat ook zo is, en dat heb ik ook met mijn collega van VWS in Nederland besproken, en we zijn bezig in het traject om na te gaan wat de informatie is, want ziekenhuizen die hebben natuurlijk wervingbureaus en netwerken om de tekorten die er ook, want ook Nederland heeft te maken met capaciteitstekorten. Het is niet een gegeven of dat we ervan uit mogen gaan dat Nederland alles heeft. Ook Nederland heeft te kampen met ernstige capaciteitstekorten, met name in de zeer gespecialiseerde gebieden van hun gezondheid. Dus wij gaan dus dit verder gaan uitwerken en we gaan kijken met de opleiding hier en organisaties en opleidingen in Nederland, hoe wij die samenwerking beter kunnen organiseren. Dat het niet een probleem hoeft te zijn als mensen vertrekken, omdat wij dan een goede instroom hebben van werkers hier lokaal zelf. Ramadien haalt aan dat er ook op andere punten binnen de gezondheidszorg samengewerkt zal worden.